van het wordt het straks een beetje droog. Maar ik pak straks nog even in de regenjas. Want ik zie heel veel kinderen in de regenjas. En dat is niet te zien. Hebben jullie er nog zin in? Tussen het Wilde Westen, waar de cowboys wonen, en langs de eeuwige droogte van de Indianen. Het is verlaten omdat alle beurtelingen bang zijn voor de vloek van Koppertown. Ze zijn, omdat er in het gemeen een aantal beurtelingen zijn verdwenen dankzij de vloek. Niemand weet precies wat de vloek inhoudt. Alleen Billy Bettis, die als enige nog in Koppertown leeft, kent de vloek. Elke morgen wordt Billy Bettis wakker en gaat zijn zoon klaarmaken voor de dag. Trouwens, soms wordt hij pas in de middag wakker. Billy is een beetje een slaapkop. Hou je wacht op! Ik ben helemaal geen slaapkop! Billy poetst elke dag de tafels, schrapt de vloer en steekt de kaarsjes op de bar aan. Hou je mond, dan kun je de kinderen toch zelf zien? Ondertussen zet hij de barkrukken weg. Nu ben ik het echt zo. Bijna hij even lekker uitrust met een glaasje melk. Hier, wil je deze? Ik ben niet bang hoor. Nee, dat niet. Nee, ik mijn naam is Billy Bertus en dit is mijn saloon. Beetje verlaten, vind je ook niet? Ja. Nou, dat zit zo. Coopertown is bewaakt door een vloek. En alle mensen zijn bang voor de vloek en iedereen is gevlucht. Maar ik niet. Ik ben niet bang. En ik moet toch mijn geld verdienen. Dus ik blijf lekker bij mijn saloon. Maar ja, er komt niemand. Dus als het zo blijft doorgaan, dan kan ik straks mijn saloon wel dichtgooien. Kom er maar iemand. Ik wil wel komen. Ik wil komen. Ik wil komen. En hadden we eerst de paarden bij ons? Die hebben we wel. Waar dan? Ja, in de stal. Gewoon klaar om te gaan? Ja. Ja, Oelewaffer. Hebben we het hele eind gelopen en dan
hebben we die paarden niet eens gebruikt? Ja, jij zei niks over paarden. Ja, weet je? Hé, hey, Saloon, laten we daar naartoe gaan. Alright. Q. Oh ja. En wat is dat laatst? Q. Dus ik heb niks te vragen. Ah. Dat zeiden de, oude Indianengoden. Ja. Klopt. Hadden we vandaag niet wat met de ezel moeten doen? Ja, maar die hebben we gewoon meegenomen. Die staan thuis. Dat was het. Ze staan thuis. Hè? Ze staan thuis. Dus ik mee, hè? Maar ik had het bagage en die ezel kon gewoon mee. En waarom zit ik dat allemaal te slepen? Ja, omdat jij bent. Maar die ezel die... Rustig Saloon. Maar die ezel... Gewoon lekker door niet. Maar die ezel... Kom. Want kaalbier drinken we alleen maar gezamenlijk, toch best? En alleen op zaterdagavond. Precies. Maar Billy, dat weet je toch? Wat is mijn naam? Waar wij eigenlijk voor kwamen, heb jij een slaafplek? Jazeker, daarvoor zijn jullie aan het juiste adres. Dat is mooi. Maar eerst wil ik weten wie jullie zijn. Wie zijn jullie? Ik ben Cowboy Buddy. Ik ben Cowboy Buzz. En wij zijn brothers. En wie zijn jullie? Ik. Ik ben I. Grote bonte specht. Kale cactus. Opgetrokken boom. De intelligente. I. En jij? Ik ben Q. Bonte specht, blauwe regenboog, korte regenboog, kromme specht, bruine arend, quotient, dream quotient, afgekort GBARNH1RXNS4, Q, waarschijnlijk Q. Oké, zal wel. Maar wat ik niet snap, er is maar één schatkaart, dus waarom zijn er hier cowboys en indianen? Hoe heet hij dat? Ik heb een helft. Maar wacht. Ik ook! Oh, de kaart is in tweeën gescheurd. Maar jullie willen zeker niet samenwerken, hè? Nee, nooit! Niet met een ja. Kan er niet. Met hun? Uitvechten! Oké. Okay. Ik moet jullie wel vertellen. Gekke hoedjes. De eerste vloek over de schat. Dus ik zou oppassen. Vertel. Ja, verder weet ik het ook niet precies. Maar, er is een vloek.
Er is een vloed. Op de schat. Op de schat. Weet je, die schat moeten we gewoon hebben. Weet je, die schat die moeten wij gewoon hebben. Ja, maar hoe dan? Ja, maar hoe dan? Vertel ik je later. Hé, maar! Hey.